veen. Hier begint het allemaal mee. Veen dus. Grote kans dat het kruidenplantje in je keuken of de bloembollen in je tuin zijn gekweekt op de veengrond van dit bedrijf. Wij maken hier substraten in de volksmond potgrond voor de professionele tuinbouw in Nederland. En voor de export naar landen overal ter wereld. Dit komt rechtstreeks vanaf de veenderij. Is nog niet bekalkt, is nog niet gezeefd, geen water aan toegevoegd. Dus voordat we het kunnen gebruiken als onderdeel van ons eindproduct, zullen we er van alles mee moeten gaan doen. Kokos, groencompost en dennenschors. Het kan allemaal worden toegevoegd aan het veen om de juiste potgrond voor de klant te kunnen maken. De levering van die grondstoffen en de afzet naar de supermarkten en de bouwmarkten stond door de corona-uitbraak ineens onder druk. Uiteindelijk werd april was wel een duidelijke teruggang in de afzet. Mei heeft dat weer hersteld. We zitten eigenlijk weer op het normale niveau. De grenzen zijn weer open, de winkels zijn weer open. Het is prachtig mooi weer geweest de afgelopen weken. Onze klanten die kunnen niet aan de vraag voldoen. Mensen willen graag in de tuin zitten, barbecuen en een plantje. Dus uiteindelijk zijn we goed uit de crisis gekomen. Alleen heeft dat wel de nodige inzet gevraagd. En die inzet kwam van de 60 medewerkers die moeiteloos van plek binnen het bedrijf wisten te wisselen. Dankzij de al eerder ingezette nieuwe interne koers. Om mensen op te leiden en flexibel in te kunnen zetten, zijn we 2 jaar geleden gestart met het opleiden van medewerkers. En niet alleen op hun eigen functie, maar ook in een dubbelrol. Dus iemand die op de shovel zit, kan ook op de heftruck. Een verkoper die normaal gesproken klanten bezoekt, die kan ook een dagje op de heftruck werken. En dat heeft ons uiteindelijk geholpen, want daardoor kon de druk gelijk over de schouders verdeeld worden. En konden we, toen het ziekteverzuim wat hoger was in het begin van de coronacrisis, konden we toch substraten blijven produceren en leveren, zonder dat daarbij mensen overbelast werden. Door het succes kan het bedrijf ook de duurzame plannen doorzetten. Over 5 jaar moet 30% van de grondstoffen circulair zijn. We gaan fors investeren. We hebben zojuist een nieuwe hal aangeschaft en opgehoogd. In die hal kunnen we lokaal een materiaal produceren uit het restproduct van houtzagerijen, waarmee we een grondstof maken die onderdeel is van de substraten. Een duurzaam alternatief. En we gaan die vast en zeker verder groeien.